Oké. Volgens mij, als we achter u kijken, dan zien we daar de kolonne aankomen. De DAF gaat beginnen. Gini. Veel plezier vandaag. Dank u zeer. Dank u. De karavaan met de auto's, met voorin de eerste twee auto's het koninklijk gezin. Inderdaad, koning Willem-Alexander rijdt in een speciale DAF. DAF Kini is een soort cabrio-DAF. Die is overigens bij zijn geboorte cadeau gedaan aan zijn ouders. Vandaar ook het nummerbord dat we zien, AA98. En die is speciaal voor vandaag helemaal rijklaar gemaakt. En de koningin die rijdt samen met de prinses juist in de modernste auto die erbij is. Een Lightyear. Een auto die rijdt op zonne-energie. Daarin is plaats voor 5 mensen. Daarmee is dat de eerste gezinszonneauto die echt op de markt komt. Dit jaar nog komt uit deze regio. En dit is dus die DAF Kini. En we zien hoe het Willem-Alexander ook vroeger al daarin gereden heeft. Maar dan met zijn ouders. Ja, de prinses Beatrix toen nog met Willem-Alexander. En nu de koning dus met zijn oudste dochter Amalia. Ze worden welkom geheten door de burgemeester dus van Eindhoven, Jorritsma. En de nieuwe commissaris van de koning, Ina Adema. Ze is pas sinds oktober commissaris van de koning, opvolgster van Wim van Donk. Mag ik u verzoeken? Ja. U kunt de dames een prachtig handboeketje hier afnemen. Heel mooi. De prinsessen en koningin Maxima krijgen hier bloemen van Vilt. Duurzame bloemen dus. Morgen. In dus die DAF, die speciale DAF uit het prachtige jaar 1966. En die hele moderne zonneauto uit het jaar 2021. En dat is de Lightyear One. Hij loopt als een zonnetje. Goede reis. En ze worden begeleid door de rest van de auto's in die stoet. Dat zijn allemaal auto's uit verschillende tijdperken, verschillende modellen, die allemaal in deze regio gemaakt worden. Een vrij kleine auto voor de toch vrij lange koning. Daar gaan ze van het terrein af. Ik neem aan niet in deze auto op weg naar Den Haag. Ze zullen ongetwijfeld overstappen in een ander vervoermiddel.